Hallo kijkers van Shine Sprites, wat maakt een nieuwe aflevering van Harry Potter WK's werkbal. In deze aflevering gaan we het weer eens proberen. We gaan de Firebolt niveau proberen te beaten met Bulgarije. Om de Team Special Move van Bulgarije te krijgen moet je zoveel kuts doen dat ik denk van dat is jullie tijd niet waard. We gaan gewoon lekker spelen en dan gaan we hem lekker winnen zonder Team Special Move zelf te doen in ieder geval. We beginnen met een match tegen de United States of America. Hello there. Hello there. We zijn eindelijk Bulgarije. Het is ons eindelijk gelukt door 65 tovenaarskaarten binnen te slepen. En we krijgen zometeen als goed is een Quidditch card door 3 combo goals te maken. Dat heb ik gelezen. Alleen die andere twee dingen zijn zo kut. Je moet een wedstrijd winnen zonder enige goal te maken. Nou, dat is super time consuming. Want je moet elke keer wachten totdat... elke keer wachten totdat de tegenstander iets doet. Want je mag het zelf niet scoren. Nou, voordat je dan een keer een de snij te pakken kan krijgen, dan ben je een uur verder. En de andere is, nog kutter... je moet een wedstrijd verliezen zonder, maar wel de snij vangen. Dat is eigenlijk precies, dat is op zich wel een leuke easter egg, want dat is precies hoe de WK eindigt in Harry Potter en de Vuurbeker. Maar waarom dat kut is, de tegenstander moet dan 16 keer tegen je scoren. En dat moet dus ook binnen de tijd dat die snij aanwezig is. Ik weet niet eens of dat überhaupt mogelijk is, want ze zijn niet zo heel goed, namelijk. Maar ja, die drie dingen moet je dus alle drie doen om de special move te unlocken. Nou, dat is super kut. Dan weten jullie dat alvast. Oh. Ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar... Kut zo hoor. Lekker. Hoppatee. Wow, de keeper was fucking snel daar, zagen jullie dat? Maat, leave Britney alone. Wat me trouwens afvragen, waarom hebben ze gekozen voor goud als kleur voor Bulgarije en niet rood, want rood kan gewoon, want dat hebben ze met Gryffindor ook gedaan. Dus waarom hebben ze niet voor rood gekozen? Want voor zich, hele ding is rood. Of hele outfit. Geel of goud slaat eigenlijk helemaal nergens op. Nou, hoppatee. Kom maar hier met die slurp. Gaat alsnog redelijk makkelijk. Oh.
op tij. Echt, dat is echt super kut. Je kan bijna geen voortgang in het spel doen als je een special move doet, zeg maar. Zijn natuurlijk wel. Dimitro. Ging niet helemaal zoals ik had gewend. Nou, gooi gewoon aan het medespelen, jonge Kees. Zo. Hoi wel. Oh jee, ze hebben een team special move. Wel grappig dat ze toch wel een soort van de gimmicks van het land, zeg maar, mee laten doen in de team special move. Maar Amerika zie je heel veel basketballen, het op de vinger balanceren van je bal, het onder de benen door en ook een soort van dunken van die bal in de palen. Wat je vooral heel erg zag bij Australië is dat ze serven. Nou, dus op zich staan ze best bekend om de server dudes. Ik weet niet of we dat bij de arrest ook een beetje kunnen bespeuren. Die van Bulgarije is vooral heel lomp. Ik weet niet of Bulgaren als lomp worden geassocieerd, dat weet ik niet. Ik zou jullie nooit zo noemen, Bulgaren, maar wie weet. Vinden jullie dat van jullie zelf ook wel, dat weten we niet. Kut, zo zonde. Zo vermoeiend. He knows exactly where his teammates are. Laat hem los, jongen Ivanova, Kees. Deze match gaat gewoon gemeten. We begonnen de match heel goed. Ik echt dacht van nou, dit gaat lekker, maar valt er vies tegen nou. Nou, we scoren weer een keer hoor. Gelukkig ook een combo 5 goal. Die helpen altijd wel. Maarten en Martinnen. Weg met die beuker. Jij denkt en jij komt hier met een beuker tegen mij? Tegen mij? Dacht ik niet. Hoppakee. Hoppakee. En hoppakee. Bullet pass.
Deze match duurt, als je kijkt naar de vorige aflevering, daar duurden de matches niet zo lang. Maar deze match duurt gewoon al 10 minuten. Hey, holy shit. Wel typisch ook dat je dan naar achter gooit. Heel logisch. Oké, okay, nice. Wow, yo, de keepering. Wat doet hij allemaal in? Robert Green. Maak hem af. Dank je. Oh. Nee. Lekker keepertje. Maat, dank je. Oh, dat nog. Leave Britney alone. Lekker. Dat was niet mijn bedoeling, maar ik drukte een knop te weinig in en dat was niet handig. Deze match duurt fucking lang, holy shit. Levski, Levski! Robert Groen! Wat een kutwedstrijd is dit aan het worden, zeg. Jezus. Oké. Gewoon bijna een kwartier met deze ene match bezig. Holy shit. Kom op, Victor. We gaan hem pakken. Victor Kruimeling, incoming. Pak hem. Maar, die gebeurde de vorige aflevering ook al. Ja, lekker Victor. Oké, dit was één wedstrijd. Holy guacamole. Laten we maar snel naar de volgende wedstrijd gaan. De volgende wedstrijd is tegen Scandinaviën. Let's go. De Nordic Team. De Nordic Team. Hallo daar. Even kijken of dit beter gaat. We hebben in ieder geval...
een combo 3 goal kunnen maken. Dat is wel nice. Nou ja, de eerste 10 goals in de vorige match gingen ook op zich wel snel. Alleen toen liep het helemaal vast. En dat was not so nice thing on the cake. Peter Hansson. De Gustafsson. Lekker. Ah, dat is een slechte bal. Bulgaria, Bulgaria. Op afpakken, lekker. Op dit moment is de pace goed. Laten we kijken of we de pace iets kunnen aanhouden deze keer. Zo. Hoppatee. Maat. Slechte bal, kutzooi. Zouden de pace aanhouden, boys and girls? Wat een kutzooi. Oké. Afpakken. Nee. Lekker. Kut, weer een slechte paas, maat. Wat een gezeik. Nou, de pace is er al helemaal uit sinds ik dat gezegd heb dat de pace goed in zat. Hibab, bidibab, de Gustafsson. Vermoeiend trof. Lekker. Hè? Hansson.
Kijk, Wheel of Pace. Zij hebben een team special move en daar ben ik niet blij mee. Want dat betekent Pace weer backwards. Oh. Nou, gebruik hem. Gebruik je hem nu? Ja. Nee. Zoveel kans voor een mooie combo goal van 7 of zo, weet je wel. Alleen dan moet er zo hard denyen, wil niet. Combo 6 is ook goed, lekker. Kijk, daar hebben we wat tijd mee gewonnen. Overlived him. Oh, en die mis ik ook. Oeh, die gaat niet goed. Gelukkig hebben wij geluk dat hun een slecht spelen. Oké, okay, thanks. Zo. Nice, oké. Okay. Nou, dit was in ieder geval een snellere wedstrijd dan de vorige. Kom op, Kruimel. Hoppatee, hoppatee. Victor Primal heeft de bal alweer gevangen. Lekker weer. Top. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe, dan heb je hem al gezien. Graag de volgende keer weer. Adios, amigo.